Nou, vorig jaar, deze tijd, was ik in Nieuw-Zeeland. Een van mijn kinderen woonde daar toen. En daar waren we op bezoek. En toen kreeg ik een mailtje van Pieter Parmentier. Of ik de volgende keer weer een bijdrage wilde leveren aan zijn koplopers evenement. En ik heb onmiddellijk gereageerd: Pieter, nou ja, ik heb dat eerder mogen doen. Interessante bijeenkomst. Jij doet voortreffelijk werk op dat gebied. Dus ik ben nu op weg om zometeen op Paleis het Loo masterclass te geven over wat er gebeurt op het terrein van duurzaamheid. Dus dat, nou, mijn ideeën daarover ga ik straks delen met de bezoekers van die masterclass. En vaak is er dan ook volop interactie en nou, daar zie ik naar uit. Waarom is dat streven naar een meer houdbare manier van leven, van werken, van organiseren, waarom is dat ontstaan? Waarom speelt dat nu zo in deze tijd? Ja, het antwoord is heel simpel en heel voor de hand liggend. We willen naar een duurzame samenleving, omdat zoals we nu leven, zoals we nu in onze behoeften voorzien, zoals we nu werken, dat is niet houdbaar, dat is niet duurzaam. En dat vraagt eigenlijk ja, om een soort herpositionering van hoe wij ons verhouden tot de natuurlijke hulpbronnen die de materie verzorgen, kunnen leveren, waarmee wij ons leven vorm en inhoud kunnen geven. En dat betekent eigenlijk simpelweg dat wij voor de opdracht staan om, laat ik maar zeggen, onszelf anders te laden met andere inzichten, andere kennis, andere manieren van in het leven staan. En naarmate genoeg mensen dat doen, ja, dan volgen ze daar ook wel. Maar het is in die volgorde. Dus is mijn conclusie, we staan voor een grote opdracht, maar het begint bij onszelf. Dank jullie zeer. De masterclass was ontzettend interessant en ik denk dat hij een uitstekend overzicht heeft gegeven van waar we nu eigenlijk met z'n allen staan. Het hele idee wat Wijfels hier ook noemde, onze hele manier van werken in grote bedrijven met vaste structuren, dat werkt niet goed. We hebben heel veel ZZP'ers en dan zie je één beweging in Nederland die wil die ZZP'ers weer in vaste dienst hebben. En een andere beweging, en daar hoor ik bij, alsjeblieft laten we veel creativiteit en individualiteit laten bloeien, maar zorg voor een vangnet voor die ZZP'ers in plaats van dat je probeert dat allemaal weer terug te brengen naar de oude structuren. Duurzame ontwikkeling gaat wat mij betreft over de kwaliteit van leven van iedereen en zeker van volgende generaties. Onze kleindochter Eline, u heeft haar vast al gezien, is daar een vertegenwoordiger van en het is ieder jaar haar taak om de openingshandeling te verrichten. En dan nu, visionair, minister van Vrede en schrijver Jan Terlouw. Dank u wel. U bent koplopers naar duurzaamheid. En de vraag is natuurlijk, waarom is het worden van duurzaam dan eigenlijk een probleem? Daar zou ik heel graag een uurtje over praten, maar dat is niet de bedoeling, want dat gaat u allemaal doen. We hebben mooie sprekers. En hier aan tafel doen we zoiets als De Wereld Draait Duurzaam. En mijn tafeldame is Annemarie Rakhorst. En daar ben ik zeer blij om en zeer verheugd. Ik ga u meenemen in de wereld van de textielindustrie. Ik heb hier 1 kilo geverfd textiel. Heeft u enig idee hoeveel liter water voor deze kilo nodig is? 150 liter voor dit stukje textiel. Ik heb gisteren de cijfers gekregen van de wereldproductie textiel uit 2012. Heeft u enig idee hoeveel kilo textiel er per jaar geproduceerd wordt? 80 miljard kilo textiel. En 70% daarvan is synthetische materialen waar we het nu even over hebben. Dat moet allemaal geverfd worden. Daar heb je ongelooflijk veel chemicaliën voor nodig en dat geeft enorm veel vervuiling. Wat kunnen wij als het bedrijfje Daico? Dye betekent verven en co met dubbel O betekent CO2. Want dat is eigenlijk wat wij doen. Wij verven met CO2. Want wat gebeurt er als je CO2, wat we allemaal uitademen, wat er ongelooflijk veel is voorhanden in de wereld, als je dat onder druk brengt, dan wordt CO2 vloeibaar.
En in die vloeibare toestand doen we eigenlijk precies hetzelfde als wat je met water doet. En dat doen we in een hoge druktank. En daar verven wij textiel in. Het heel klein beetje afval wat je nodig hebt, zit in die CO2. En je kan je voorstellen, als je de druk ervan afhaalt, wordt het weer gas. En dan valt alles eruit wat erin zit. En dat is precies wat we doen. 95% van de CO2 die we vloeibaar maken om het textiel te verven, dat recyclen we helemaal terug het systeem en gebruiken we voor de volgende ronde. En alle afval, wat heel erg weinig is, dat vangen we op en dat kun je verwerken. Een jaar of 5 geleden hebben wij gezegd, we moeten toch eens kijken wat we nou wel en niet kunnen doen in duurzaamheid. Wat kunnen wij nou doen als bank? Hoe kunnen wij duurzaamheidsinitiatieven financieren? Dus we hebben daar iemand voor vrijgespeeld en gezegd, joh, kijk nou eens, waar zouden we nou wel een rol in kunnen spelen? Wat past ons nou wel? En deze persoon is zich eens gaan verdiepen in alles wat er gebeurde op met name energiegebied. En die kwam tot de conclusie, die kwam bij mij terug en zei, Annerie, waar we iets mee moeten is elektrisch vervoer. Dus we hebben een initiatief gestart om hier toch eens grote groepen partijen aan tafel te krijgen. En een van de initiatieven die zo langzamerhand zijn voltooiing begint te naderen, is elektrisch busvervoer. En we zijn nu bezig met een systeem wat we echt alleen maar voor elkaar krijgen als iedereen hierop samenwerkt. Wat uitgaat van het principe dat de total cost of ownership, zoals wij dat noemen, dus de totale kost in de keten van die bus, die moet hetzelfde zijn als nu. En inmiddels zijn we zover met iedereen, met alle spelers, met het ontwikkelen van de accu's, dat ik verwacht dat nog voor het eind van het jaar de eerste bussen op deze manier in deze keten op elektrisch vervoer gaan rijden in Brabant. Want de gemeente of de provincie Brabant is hier heel enthousiast over, wil daarin meedenken en wil daar in meedoen in financiering. Wij financieren dat voor een groot stuk. We nemen daar ook een stuk aandelenvermogen in. En zo zijn we met allerlei partijen bezig om die hele grote energietransitie met zijn investeringen die daarbij horen op een manier in te vullen die ook economisch uit kan. Dat is denk ik mijn verhaal. Jongere vertegenwoordiger van de Verenigde Naties en u was in Rio. Ja, verschrikkelijk. Bent u gefrustreerd teruggekomen of verheugd? Ik denk dat wij als jongeren internationaal wel iets hebben kunnen neerzetten. Dus daar was ik blij mee. Maar ik ben me ook echt kapot geschrokken over hoe het eraan toe ging. En hoe weinig vooruitgang eigenlijk wordt geboekt op zulke conferenties. En natuurlijk weet je altijd wel al de negatieve verhalen eromheen. Maar de manier waarop het daar gaat is wel echt oud systeem. Onze officiële inbreng is ongeveer 3 minuten spreektijd wanneer iedereen de zaal al uit is of ligt te slapen. Dus daar moet je het niet van hebben. Dus wat wij hebben gedaan is gekeken wat zijn nou onze prioriteiten. Dat zijn dan dingen geweest als onderwijs, als werkgelegenheid. Kan ik zo nog wel even iets over toelichten. En daar dan gewoon heel hard op gaan lobbyen. En de juiste mensen weten het papiertje onder de neus weten te drukken. En je moet het maar gewoon meespelen. Dat is gewoon hoe het is. Maar wel heel veel mensen proberen te spreken van dit is wat de jongeren vinden. En neem dat alsjeblieft mee. Hier heb je een publiek wat gewoon blijft zitten als jij vertelt wat je allemaal wil. Ik hoorde jou op de Bilderberg-conferentie ook presenteren. Daar gaf je een duidelijk statement van wat jullie willen op het gebied van duurzaamheid. Geef dat eens aan ons. Die boodschap is om de verbinding op te zoeken tussen generaties. Om juist die problemen te kunnen aanpakken. En 2 hele concrete dingen die ik net ook al even noemde, die echt vanuit de jongeren heel erg komen. Ik spreek heel veel jongeren uit het hele land. Wat moet er dan nu gebeuren? Ik geef heel veel gastlessen en die vinden het helemaal fantastisch om te horen wat met duurzaamheid is, wat met de toekomst aan de hand is, wat er voor hun voor kansen liggen. Maar ze horen er nooit wat van. Dus 1, educatie, meer jongeren betrekken als in onderwijs geven over die thema's. Maar ook een ander punt vind ik heel essentieel, of hoor ik ook heel veel. Stijgende jeugdwerkloosheid, enorm veel jongeren, potentie, we hadden het net over potentie van mensen, wordt gewoon niet benut. En ik ben heel erg bang, wij leiden nu, mijn generatie wordt eigenlijk gewoon opgeleid tot werkloos. En waar willen we dat de jongeren straks zitten? Ik hoop aan die eigen toekomst bouwen. En daar ligt denk ik heel erg ook een rol voor al die mensen die bezig zijn om jongeren te betrekken, maar ook te zorgen dat dat in banen en in onderwijs komt te zitten. Waar het bij duurzaamheid toch heel veel gaat over het groene stuk en de ecologie. Hebben we ook nog die P van People in MVO staan. En bij MVO Nederland er kwamen bedrijven die zeiden van dat groene stuk is hartstikke mooi. Maar eigenlijk zit de uitdaging toch in dat mensstuk.
Hoe gaan wij nou echt mensen tot hun recht laten komen, talenten van mensen benutten en met name ook de talenten benutten van mensen die we nu eigenlijk gewoon structureel niet zien staan op die arbeidsmarkt. Kunt u een concreet voorbeeld geven? Even een voorbeeld uit een ziekenhuis, Slotervaartziekenhuis. Die hebben gezegd van wij gaan eens naar die verplegende functies kijken en we gaan eens kijken wat doen die verpleegkundigen nou, wat eigenlijk door iemand gedaan kan worden die helemaal die hoge opleiding niet heeft. Toen hebben ze daar uiteindelijk, jobcarving heet dat met een mooi woord, hebben ze uiteindelijk een nieuw soort functie ontworpen, die eigenlijk eenvoudig is. En daar hebben ze waarjongeren voor binnengehaald. 100 mensen die allemaal, nou, oké, wel denk ik, hartstikke mooi. En het aardige is, en dat zijn dus mensen die ofwel een licht verstandelijk mankementje hebben, of een beetje, hoe heet het tegenwoordig allemaal, ADHD, noem maar wat. In ieder geval, mensen die duidelijk anders zijn als wat je normaal in een ziekenhuis tegenkomt. En het aardige was dat de eerste ronde toen die mensen binnenkwamen, zei iedereen, patiënten en personeel, van wat moet er met die rare, kan dat niet weg? En toen, na één rondje met die mensen, toen begonnen ze van die mensen te houden. Zei, die brengen hier een hele nieuwe energie. Die brengen hier een nieuw stuk leven, als het ware, wat patiënten mooi vonden en ook het personeel. Duurzaam inzetbaarheid, dan gaat het om drie dingen. Dan gaat het om het werkvermogen van mensen. En dat is, ben je wel fysiek, psychisch en sociaal in staat om te werken. Dus eigenlijk ben je qua gezondheid in staat om te werken. Het gaat om je employability. En dat is, ben je qua vakbekwaamheid en wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt. Kan je mee ook in staat om te werken, kun je werken. En het gaat om je vitaliteit. Dus eigenlijk om je energie en motivatie. Wil je werken en wil je ook blijven werken? Nou, en aan al die drie zaken moet je sleutelen om te zorgen dat mensen duurzaam inzetbaar zijn. He, want je kunt allemaal voorstellen dat iemand heel gezond is en ook een prima plek heeft in de organisatie, maar er eigenlijk helemaal zelf niet meer in gelooft. Ik kom ook echt mensen tegen en die zitten daar alleen maar omdat ze nog moeten. Omdat ze zeggen, ik moet nog zoveel jaar. He, die hebben een screensaver en daar staat op, die telt elke dag af. Van, ik moet, en nou moet je ineens. Ze zijn er echt hoor. He, dus, en ook bijvoorbeeld een leidinggevende sprak ik. En die zei tegen mij, ik heb een medewerker en die zegt tegen mij, mijn leven begint pas om 4:30, 's middags. En dan zegt hij, waarom? Want dan kan ik naar mijn vogeltjes. Maar overdag is hij niet gelukkig. En waarom blijft hij daar? Omdat hij wat hij daar krijgt en wat hij daar verdient, nergens anders kan. Het is een heel eenvoudig idee wat ontstaan is in 2011 van de samenleving polariseren, ook op politiek niveau. Bij ons werken 94 verschillende culturen en ik had simpelweg een heel klein idee en dat was van dat elke cultuur die bij ons werkzaam is zelf een gerecht thuis kookt. Dus de Indiaanse mevrouw die kookt een curry, die neemt die mee aan tafel waar 6 andere culturen aanwezig zijn. En simpelweg door middel van het gerecht praten zij over verbinding en over wat hun gemeenschappelijk raakt. Want wat blijkt als mensen thuis iets koken en ze nemen dat mee, want het zit hem echt in het thuis koken, dan krijg je verhalen. En die verhalen verbinden en dat geeft mensen kleur. En vorig jaar op 10 oktober hadden wij uiteindelijk 7000 mensen op 1200 verschillende plekken in Nederland die met elkaar een gerecht thuis hadden gekookt en spraken over verbinding en cultuur en trots. En dit jaar is dat weer op 10 oktober. En dit jaar hopen we in ieder geval de ambitie van 15.000 mensen te bereiken. U merkt het effect? Weet je, er zijn hier een aantal mensen in de zaal die bij die diners aanwezig zijn geweest. Ik ben ervan geschrokken van hoeveel trots er bij mensen is als zij zichzelf kunnen inbrengen. Wij hebben niet gevraagd of mensen in klederdracht kwamen. Dat hebben we niet gevraagd. Er kwamen honderden mensen in de klederdracht van hun land. En waarom doen ze dat? Dat is hun trots die ze meenemen aan tafel. En wij proberen als zodanig gewoon meer verbinding tussen cultuur in onze onderneming te creëren. Omdat wij geloven dat dat uiteindelijk ook motiveert. En dat vanuit die motivatie feitelijk wij ook betere prestaties kunnen neerzetten. Maar dat is slechts een gevolg geweest van hetgeen waarom we hiermee begonnen zijn.
leukst vond aan deze dag is de hoeveelheid energie die bij de mensen zit in hun ideeën over duurzaamheid en hun ideeën over hoe we het allemaal beter kunnen doen. En dat rest natuurlijk altijd de vraag van hoe gaan we dat dan doen. Maar ook daarin zie je nu steeds sneller meer dingen veranderen. Heel veel enthousiaste mensen hier die hele goede ideeën hebben over hoe ze praktisch gezien gewoon dingen beter kunnen maken en ook op termijn duurzamer kunnen maken en zorgen dat we hier in de toekomst ook nog steeds mee kunnen. Nou, deze dag is echt top verlopen. Het begon met de masterclass van Herman Wijfels. Altijd inspirerend. Verder zijn er alleen maar mensen bij elkaar die naar die duurzame samenleving willen. En we hebben topondernemers gehoord met geweldige nieuwe uitvindingen op het gebied van duurzaamheid. Hele inspirerende dag. Ik vond het de voorbeelden van sociaal ondernemers in het plenaire deel heel inspirerend. Maar aan tafel heb ik bij de tweede gang een gesprek gehad met mensen waar het echt ging over je persoonlijke drive en je persoonlijke motivatie. Waarom je nou eigenlijk met duurzaamheid bezig bent. En daarin een open gesprek met mensen die echt totaal anders zijn dan ik. Nou, dat inspireert mij heel erg om door te gaan en om te herkennen bij anderen. Ja, dezelfde dingen waar jij mee bezig bent, maar toch weer in een hele andere setting.